Samen uit, dan ga je naar Kunstlinie. En ook in de zomer is daar van alles te doen. We gaan naar Ruben Karsten van Theater in Almere. Ruben, goedemorgen. Goedemorgen, heren. Ja, hoe is het met jullie? Ja, goed. Met jou ook. Heel veel collega's van jou, die hebben natuurlijk gewoon vakantie. Want de theaters liggen stil. Maar jullie gaan maar door. We zijn lekker open. En zoals een dag gisteren is het wel lekker verkoelend in het theater. Ja, zeker. Kun je ook het best zijn dan? Ja, bioscoop of theater, dat is echt mijn favoriete uitje als het bloed en bloed heet is. Ja, maar dat is niet het eerste waar mensen aan denken natuurlijk met mooi weer. Theater. Lekker naar het strand. Is het dan extra moeilijk om de kaarten uitverkocht te krijgen, Ruben? Nou ja, mensen moeten het theater wel vinden. En als ze één keer al geweest zijn en merken dat het verkoelend is, net als de bioscoop. Als je het eenmaal weet, dan wil je niet meer weg. Nee. En komend weekend wordt het voor mij ook weer wat warmer en lekkerder weer. Mm-hmm. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om op het strand te gaan liggen. Of, ik weet niet, hebben jullie kleine kinderen in jullie omgeving, in de familie, kleinkinderen, neefjes, nichtjes? Nou, kleinkinderen zijn we iets te jong. En je weet het niet, hè? Nee, je weet het niet. Nee, het zou gekund hebben. Niet echt hele kleine. In welke leeftijd praat je over? Nou, komende zondag hebben we een kleine zeemeermin, de mini musical van Theater Terra. Ja. Het begint wel, je moet wel vroeg opstaan hoor, het is om 10:00. Oh, ja. Maar dan kun je daarna lekker in de zon gaan liggen. Ja. Maar als je al 9:00 aan de hand komt, komende zondag, dan hebben we een sprookjesachtig voorprogramma. Oh. Dus wij vragen eigenlijk aan alle bezoekers, kom lekker in je mooiste prinsen- of prinsessenkostuum. Ja. Dat is altijd leuk om te zien, zeker de vaders en de moeders. Laat die ook even leuk sprookjesachtig binnenkomen. En dan hebben we een lekkere snack, een brownie of een lemoncake liggen en een mooie sprookjestekening. Oh, mooi. Leuk. En dat is dan best lekker verkoelend, zo'n ochtends. Ja, zeker ja. Meestal duurde die voorstelling een uurtje of zo, hè, in die leeftijd. Ongeveer. Het zijn geen hele lange voorstellingen. Nee. Nou, dat is dus, je bent voor de lunch weer thuis. Aanstaande zondag om 10:00 ochtends al in de middenzaal van Kunstlinie. Wat heb je nog meer? Nou, ik wil het even volgende week gaan hebben met jullie. Want jullie zijn natuurlijk muziekfans. Ja, absoluut. Ja. Billy Joel fans? Ja, hij is hier 2 keer geweest. En volgende week is vrijdag 5 augustus om 8:30 hebben we de Billy Joel Experience. Ja. Ik weet niet of jullie nog het programma kunnen herinneren, Tribute of the Bands. Jazeker. Battle of the Bands, wat op SBS was. Ja. Nou goed, de winnaar daarvan, Alexander, staat volgende week bij ons met zijn 5-koppige band. Ja, hij is echt, hij is 2 keer hier geweest, ook bij ons in de studio. Hij heeft een fantastische stem. Die man die zingt geweldig. En ik denk dat de liedjes van Billy Joel eigenlijk geen uitleg meer nodig hebben. Voor mij is het gewoon lekker gaan zitten, meezingen en echt ondergedompeld worden in die heerlijke muziek. Ja, allemaal collectief geheugen, hè, die liedjes van Billy Joel. Zeker Piano Man is natuurlijk een klassieker. Ja. Hartstikke mooi. Ja. Dus ik zou zeggen, kom lekker langs volgende week. Ook dan is het natuurlijk een lekker temperatuurtje bij ons. Ja, dat is op vrijdag 5 augustus. Dan om 8:30 ook in de middenzaal de Billy Joel Experience. Dat was het voor nu. Dat was het voor deze week. Super Ruben, dankjewel. Dankjewel hem. En een fijne dag, hè.